dat het erg is. Het is de grootste deur. Ja. Dus stel je voor dat ik hem niet open krijg. Dan neem jij de rechter. Nee, die is lichter. Hij is zo soepel. Niet dat zuur doet. Ja, hier. De opdrachtgever hier heeft ons niet meer dan een programma van eisen gegeven van we willen zoveel strekkende meter boek. En denkt u dat u dat in deze kerk voor elkaar krijgt? We hebben gezegd dat komt voor elkaar, alleen op een andere manier dan dat u in uw hoofd had. Merckx en Giraud has, over the past 10 years, developed to become one of Holland's most recognized interior design studios. With the utmost respect for the quality of the often monumental buildings they work on, they know how to adapt interiors to the demands of contemporary users. Like the Concertgebouw, the department shop Hema, the Minister's Hall, the Amsterdam Hermitage Museum, and the Textile Museum. Projects in which their smart solutions with great sense for detail, fabric and colour stand out. Meteen toen we hier binnenkwamen, ik zei Matrix, je moet vasthouden aan een asymmetrische opstelling. Als je hier in zo'n kerk bent en je ziet hoe fantastisch deze eerste gotische kerk in Nederland is en je moet daar iets in maken, dan weet je één ding zeker. Dan moet datgene wat erin komt van eenzelfde kracht zijn. En dat kan alleen maar als het zich gedraagt op zo'n manier dat het zelf heel sterk wordt en dat het die kerk onaangetast laat. En dan vooral natuurlijk de ruimte in die kerk. En dat komt alleen maar met een asymmetrische oplossing die hoog is. Zodat het, wat we nu hier gemaakt hebben, zich gedraagt als een heel sterk meubel in een aanwezige prachtige ruimte. Ze noemen het de boekenflat, maar het is gewoon één kast. En die kast zit nergens vast aan het monument. Het is bovendien een meubel die gevuld is met boeken. Dat is in principe toch ondoorzichtig materiaal. Maar hoe krijg je dat alsnog transparant op deze manier? En hanteerbaar en doorzichtig, zodat je er doorheen kunt en er doorheen kunt kijken. Ga je naar boven? Ik ga een stukje naar boven. Oh. Want hier kun je zien uit wat voor elementen ook dit meubel bestaat. Dat zijn een heleboel kolommetjes. En je ziet dat alles opgebouwd is uit dubbele elementen. Hier een dubbele U-balk. Je moet natuurlijk sterke kolommen hebben. Maar in plaats van ze heel dik te maken, worden ze door al die holtes worden ze slank, dun en luchtiger. Je ziet hier dat alle achterkanten open zijn gehouden. Dat is dus een staaldraad. Hier bijvoorbeeld op deze plekken. En je ziet ook dat de planken die omgevouwen zijn, dat die geperforeerd staal zijn. En ook alle leuningen zijn geperforeerd staal, zodat die transparantie gewaarborgd blijft. En je ziet ook hier dat je dus voor het eerst zie je hoe hoog je die ramen van dichtbij ervaart. En dat vind ik zelf dus iedere keer een enorme, fantastische ervaring. Ja. Het moet voldoen aan drie zaken. Het moet in de eerste plaats stevig zijn. En ook in de eerste plaats handig. En ook in de eerste plaats elegant. Met andere woorden, deze drie dingen naast elkaar zijn essentiële eigenschappen van een goed gebouw. Nou, dat is heel veel gevraagd om dat goed voor elkaar te krijgen. Maar dat is waar we naar streven, wat we proberen. Als je de HEMA zet naast een concertgebouw, had het ene gebouw vraagt om ornament
en versiering en extra's en feestelijkheid enzovoort. En het andere gebouw leent zich perfect voor een uiterst sobere aanpak. In beide gevallen gaat het over grote hoeveelheden mensen die er doorheen moeten, grote hoeveelheden mensen die er gebruik van maken, hele heldere routings, een heel goed lichtplan en toch zijn het totale uitersten. Dus dat is eigenlijk een kenmerk van ons werk, dat we dat dus voor elkaar krijgen en dat dat er goed uitziet.